Ja, het is zover. Dus ik heb een nieuwe elektrische motorfiets gekocht. De meeste mensen zullen mij kennen van mijn... of die mijn kanaal volgen, zullen weten dat ik een Zero SRF heb. Een elektrische motorfiets waar ik heel tevreden van ben. Ondanks de vele problemen. En ik heb die, deze zomer heb ik die 2 jaar. En op zich, 2 jaar lijkt niet lang. Maar zo voor de elektrische motorfietsen, heel die evolutie, dat is allemaal nog pril. Dat gaat allemaal nog heel, heel snel vooruit. Dus we zijn 2 jaar verder. Eigenlijk waren we een jaar verder als dit model aangekondigd werd. Ik ga het zo meteen laten zien. Maar ja, de meeste mensen zullen wel al weten wat dat is. Want ik heb al foto's gedeeld en zo. Ja, waarom zou ik dan eigenlijk... Wacht, ik ga het gewoon laten zien. Hè. Dat is hem dus. Zo kun je het zien. Dus het is een Energica SS9 geworden. En die heeft een accu die, omdat ik het daarnet had over de evolutie dat zodanig snel gaat. De accu van deze motor is 1,5 keer zo groot als de accu van mijn eigen Zero. Om maar aan te geven, ja, er zijn nog veel verschillen. Dus ik zal nog wel... Ik weet natuurlijk niet in hoeverre dat die 50% meer accu ook zich vertaalt in meteen 50% meer range. Dat weet ik niet, dat zal ik moeten zien op termijn. Maar dat soort dingen ga ik zeker... dat ga ik zeker te weten komen. Dat ga ik allemaal testen. Maar het ziet er al zeer veelbelovend uit. Gelijk nu bijvoorbeeld heb ik 20% accu verbruikt. En ik heb 50 kilometer gereden. En is nog nieuw. Hè. In het begin bij mijn Zero viel dat erg op in het begin. Dat die batterij nog een beetje moet ingewerkt worden. Dat moet nog gebalanceerd worden na een paar keer laden enzovoort. Het is pas na de eerste 4-5 ritten dat je zo echt meer bereik uit die motorfietsen haalt. Plus dat ja, het is ook nog totaal niet warm ofzo. Ik ga nog uit de weg gaan dat je een beetje meer de motor zelf kunt zien. Hè. Maar ja, dat is hem dus. Hè. Dus ik heb... Ik heb een tijdje terug de Rebel getest en de SS9 naast elkaar. Bij de Rebel vond ik vooral de zithouding van mijn bovenlichaam vond ik ook super interessant. Maar vond ik het zadel niet zo interessant. Daarna heb ik dan eigenlijk de SS9 ook getest. En daarvan zie je dat dan veel klassieker zadel is. En ook de positie van de benen is veel relaxter op de SS9. Dus daarom heb ik de SS9 gekozen. Het is ook de Plus, dus het is dezelfde 21,5 kWh accu van de Rebel. Maar ik heb wel één ding veranderd, of laten veranderen. Ik heb het laten doen. Ik heb het, je kunt dat wel zien denk ik hier. Ik heb het stuur van de Rebel laten monteren. En in theorie zit ik daardoor een beetje sportiever. Alleen de bovenkant zit sportiever, dus dat is allemaal SS9 gebleven. Maar de bovenkant zit ik sportiever, een klein beetje lager ook. Dus in theorie zou ik ook een klein beetje meer range moeten uithalen. Maar ik heb eigenlijk gewoon op het eerste tabblad de kleuren gekozen. Dus dan kun je daar die tank kun je kiezen in zwart, in blauw of in dat geel dat ik gekozen heb. En dan de lamp. Hier, die koplamp hier. Die kun je ook kiezen of dat je dat materiaal in dat blauw wilt of in zwart. Dus ik heb dan voor de koplamp zwart gekozen. En dan krijg ik die combinatie. En op zich ja... Het komt nu toevallig ook nog wel mooi uit met de kleur van het Rebelstuur. Zero heeft zijn sterke punten, maar dit heeft zeker ook zijn sterke punten. Dus ik zal nog wel over alles in detail gaan als ik er meer ervaring mee heb. Ik heb nog maar 50 kilometer mee gereden nu. Eigenlijk als je nog niet, sowieso als je aan het kiezen bent, of als je een keuze moet maken tussen Zero of Energica, test gewoon beide, want ze zijn zodanig verschillend. Het is echt... Het is opvallend hoe verschillend dan ze zijn. Dus ja, deze heeft ook een ketting bijvoorbeeld. Dat zal een kwestie van wennen zijn. Misschien moet ik gewoon de Zero houden voor in de regen met de riem. En dan deze ketting proper houden door enkel bij mooi weer te rijden. Ik ga nog snel even het effect laten zien als je hem opstart. En het zit vol met toffe details. Kijk, wacht, dat is gewoon als je opstart het display. En zo die barkens dat je daar ziet, dat gebeurt nu en dan ook bij het rijden. Maar ik ben er nog niet helemaal uit wanneer dat juist gebeurt. Dus ik denk dat dat iets met de output heeft als je rapper. Ik ken eigenlijk dat gebeurt als je rapper rijdt. Het zal nog wel te weten komen. Hier dat kleurt ook op. Als je aan het laden zit, kleurt dat op. En als je hem aanzet ook, kijk, dan wordt dat groen. En het zit zo'n flikkering in dat je hier niet echt goed kunt zien. En dan voor de rest... Ja, het rijdt gewoon super goed, hè. Dat grote ding is gekoeld.
En er zit ook ergens een controller, maar ja, van onder dan ofzo. Ik weet nog niet waar de controller zit, maar die is ook gekoeld. En qua laden is het, je kunt dat zadel naar, ik zal nog wel een keer een video maken dat ik ga laden ook. Je kunt dat zadel naar boven klappen en dan heb je daar een laadstekker. Je kunt ook CCS snel laden, dus dan is hem sneller vol. Maar natuurlijk, ja, een grotere accu betekent ook dat je langer moet opladen. Hè. Mooie wielen ook trouwens. Je kunt duurdere wielen opzetten ook onder andere. En ja, het zit zo vol met details, gelijk... ja, dus dat lichtje hier dat ik zei. En dan hier staat een logo op van Energica op het stuur. Hier ook bijvoorbeeld zit het logo uitgesneden. Ja, maar knap denk. Ik ga dan snel een paar foto's maken voor op Instagram. En dan ga ik terug naar huis rijden. Even mijn grief wegpakken dat ik een foto kan maken. Zet ik hier nu heel die video te maken met... mijn geluidsproblemen, het is dat ding daar, dat daar hangt. Dus dat is eigenlijk een Senna 10C. Er zit van voor een camera op, dus zo kan ik filmen en praten. Er zit ook microfoontje en praten tegelijk. Maar er is iets mis met geluid. En ze gaan mij een nieuwe opsturen. Dus de keer dat dat opgelost is, of ik moet gewoon een GoPro eraan hangen ofzo, dan kan ik ook eens laten horen wat dat machtige geluid eigenlijk is van die, SS9. Ik kan overal zo, kan je dat zien? Net niet zeker. Zo die machining, dat wordt uit een massief stuk wordt dat gefreesd met een machine. En je ziet overal die, ik hier ook zie die patronen van die machine die daarover passeert. Ja, het zit vol met zotte dingen, hè. Foto's, juist, met alles genomen. Allee, maar bedankt al voor het kijken en tot binnenkort. Er komen sowieso meer video's, hè.